Dit is deel 3 van college 7. Nou, je hebt inmiddels een goed beeld van wat een attitude is en hoe persuasieve boodschappen werken om ons te overtuigen. Nou, in het laatste gedeelte van het college bespreken we verschillende beïnvloedingsstrategieën. Nou, je kan het, als je het over beïnvloedingsstrategieën hebt, kan je het eigenlijk maar hebben over één man. Je ziet hem hier in beeld, Robert Cialdini. En dat is echt dé expert op het gebied van sociale beïnvloeding. Hij heeft er een bestseller over geschreven, je ziet het hier in beeld. Influence heet het, The Psychology of Persuasion. Dus als je meer wil weten over dit interessante gegeven van beïnvloeding, dan zou ik je zeker aanraden om zijn boek op te speuren. Dan ben je niet alleen, want zijn boek is verkocht, wel miljoenen exemplaren verkocht over de hele wereld. Heel veel mensen kennen hem. En ik zal jullie nu een samenvatting geven, een korte samenvatting van de 6 verschillende beïnvloedingsstrategieën die Robert Cialdini bespreekt in zijn bestsellerboek. Dat zijn de volgende principes. Principes van wederkerigheid, consistentie, sympathie, schaarste, autoriteit en sociale bewijskracht. Nou, voor de eerste strategie laat ik beginnen met jullie een vraag te stellen. Wat vind je ervan als je uit eten bent geweest en na afloop krijg jij bij de rekening een paar van die lekkere snoepjes of pepermuntjes? Dat is best leuk, toch, als je dat krijgt? Of wat vind je ervan als jij vlak voor dat er verkiezingen zijn in de stad van een bepaalde politieke partij een roos in je handen gedrukt krijgt? Vind je dat fijn? Vind je dat leuk? Nou, mensen houden heel erg van gratis producten. Vooral Nederlanders zijn dol op gratis producten. Dus er is best een kans dat je dat leuk vindt. Maar in het geval van die politicus kan het zijn dat je ook een beetje gemanipuleerd voelt. Want ja, het is natuurlijk verkiezingen komen eraan. Dus die roos krijg je vast niet voor niks. Ook al is het gratis. Dat klopt. Dit is een strategie van wederkerigheid. Als jij een bepaald gratis cadeautje krijgt, zoals gratis pepermuntjes bij je restaurantbezoek, of een gratis product in de stad, er worden ook heel vaak gratis frisdrank uitgedeeld of gratis snoepjes, zogenaamd, om het even te kunnen proberen. Nou, de reden dat dat heel goed werkt, is dat wij, als wij iets krijgen waar we eigenlijk geen recht op hebben, dat het toch een bepaald onprettig gevoel geeft, van alsof je iemand iets verschuldigd bent. En mensen houden niet van het gevoel dat ze iemand iets verschuldigd zijn en willen dan de balans herstellen. Nou, hoe doe je dat? Door iets terug te doen. Door bijvoorbeeld, als je echt helemaal niet weet op welke politieke partij je gaat stemmen, dan denk je, ja, ik had wel een leuke roos gekregen van die meneer, dus ja, dan ga ik wel op zijn partij stemmen. Of die snoepjes bij de rekening, hè? Daar is gewoon onderzoek naar gedaan dat mensen een veel grotere fooi geven als zij pepermuntjes hebben gekregen bij de rekening. Veel meer dan dat die pepermuntjes eigenlijk echt waard zijn. Dus je wordt eigenlijk een beetje voor de gek gehouden door dit soort trucjes dat jij dus gratis producten krijgt. Ja, dat is gewoon een beïnvloedingsstrategie om te zorgen dat jij meer geld geeft of een bepaalde keuze maakt voor bijvoorbeeld een product in de supermarkt of een politieke partij op verkiezingsdag. Nou, het tweede principe is het principe van consistentie. Dit gaat ervan uit, zo'n principe waar we ook wel vaker over gehad, dat mensen willen graag logische keuzes maken. Als je ergens voor staat, dan wil je ook daarachter blijven staan. Je wil niet wisselen van mening, we willen vasthouden aan onze eigen principes. Nou, dat weten verkopers donders goed. Je hebt het al eerder over gehad, de lowball techniek, toen we het hadden over cognitieve dissonantie. Dus als we mensen eenmaal overtuigen om iets te doen, dan blijven ze vaak bij hun keuzes. Ook al wordt ineens hun keuze veel minder aantrekkelijk gemaakt. Dus die lowball techniek was dan dat je bijvoorbeeld een bepaald product koopt voor een bepaalde prijs. En dan achteraf hoor je, oh wacht eens even, die prijs, ja, dat wordt toch wel iets meer. Want er komen nog administratiekosten bij en nog andere kosten. En ineens de deal verandert. Maar omdat je al A hebt gezegd, heb je het gevoel dat je ook B moet zeggen en bij je keuze moet blijven. Dus de lowball techniek is zo'n techniek gebaseerd op het principe van consistentie. Een andere techniek is de voedende doortechniek. Die lijkt er een beetje op. Dat wil zeggen dat je ook mensen eigenlijk overtuigt om iets te doen. Maar vervolgens vraag je ze iets veel groters. En dat is eigenlijk de vraag waar het echt om gaat. En probeer je ze eigenlijk iets te laten doen wat ze helemaal niet willen. Nou, voorbeeldje. Stel de bel gaat en iemand staat met een collectebus voor de deur en zegt, wil je misschien wat kleingeld doneren voor mijn goede doel? Dan zeg je, oh, oké, ja, dat wil ik wel. Heel veel mensen willen dat wel doen. Dat is een klein verzoek. Dat is dus eigenlijk de voet in de deur. Hè? Dat is iets kleins wat mensen dan gaan doen. Dan zeggen ze, oké, ik zoek wel even. Nou, hier heb je 50 cent, succes ermee. En dan zegt die verkoper, als hij slim is, zegt hij, oh, nou, wat, ik ben echt helemaal geraakt door het feit dat jij blijkbaar dit goede doel zo belangrijk vindt. Ja, het is fantastisch voor ons om te horen. Het is zo belangrijk dat mensen ons doel steunen. Nou, dan wil je vast ook wel maandelijks geld doneren voor dit goede doel.
dan denk je, ja, oké, ja, jij hebt wel gelijk eigenlijk. Ik heb eigenlijk al gezegd dat ik dat belangrijk vond. Ik heb ook al geld gedoneerd. Blijkbaar vind ik het dus belangrijk. Nou ja, vooruit, ik zal ook wel maandelijks donor worden. Terwijl je dat eigenlijk in eerste instantie, als iemand gelijk vraagt, wil je misschien maandelijks geld doneren? Dan zeg je, nee, no way. Maar als je al een voet in de deur hebt en je zegt, wil je eerst iets kleins doneren en vervolgens iets groots, dan is er een grotere kans dat het succes heeft. Dus lowball-techniek en de voedende doortechniek, twee technieken gebaseerd op het principe van consistentie. Nou, dan gaan we door naar het volgende beïnvloedingsstrategie en dat is sympathie. Dat komt er simpelweg op neer dat wij het heel fijn vinden om ja te zeggen tegen verzoeken van mensen die we leuk vinden. Bijvoorbeeld het verzoek van een vriend. En dat is ook waarom al die sportscholen bijvoorbeeld en casino's allemaal zeggen van, ja, als je een vriend lid maakt, dan krijg jij een korting. Of als je een vriend meeneemt naar dit casino, krijg je een gratis drankje. Nou, dat is ook heel slim, omdat die marketingmensen die weten allemaal van, als je het is heel moeilijk om mensen zeg maar koud lid te maken van een sportclub door ze zeg maar op straat te benaderen of reclame te maken. Maar je moet dat eigenlijk via doen. Je moet zorgen dat jouw leden andere mensen uitnodigen, want dat is een veel grotere kans dat het zo wel werkt en niet als je gevraagd wordt door een vreemde. Dus een verzoek van een vriend werkt goed. En verzoek, daar hebben we het weer, mooie mensen. Mooie mensen worden vaak ingezet om dingen te verkopen, want we houden er niet van om nee te zeggen tegen mensen die we heel erg aantrekkelijk vinden. En daarom zie je ze opnieuw dus vaak in reclames. Nou, het volgende beïnvloedingsstrategie is schaarste. Ook iets wat je voortdurend om je heen ziet. Schiet op, er zijn nog maar een paar tickets over. Je moet snel je keuze maken, want anders is het uitverkocht. Of stel je voor, je gaat op zoek naar een nieuwe telefoon. Je bent een beetje aan het zoeken. Je denkt, nou, misschien dat ik deze telefoon wel wil. En dan zie je ineens, oh, wacht eens even. Er is nog maar één over. Nog maar één telefoon hiervan over. Die moet ik snel in mijn winkelmandje gooien. Of je bent aan het browsen op zoek naar een hotelkamer voor een overnachting. En je ziet een hotelkamer, dan zie je, hey, wacht eens even. Heel veel mensen zijn op dit moment naar deze hotelkamer aan het kijken. En vandaag is er een speciale deal. Dus je moet het snel beslissen. Dat principe van schaarste wordt voortdurend ingezet. En als je erop let, dan zie je het echt heel vaak. Vooral bij online shoppen. Nou, hoe werkt het nou precies? Ten eerste, als iets schaars is en er zijn er nog maar een paar over, dan signaleert ons dat het waardevol is. Blijkbaar is het populair. Heel veel mensen willen het. Dus het zal wel een goede aanschaf zijn. Dat is de eerste route waarop het werkt. Tweede route is dat het ook een bepaalde weerstand oproept dat iets bijna uitverkocht is. Dus als je weet, dit is de laatste telefoon, dan heb je het gevoel van, als ik nu niet beslis, kan ik hem straks niet meer kopen. En dan word je eigenlijk beperkt in jouw vrijheid. Je hebt het gevoel van, straks is een bepaalde route, de keuze is afgesloten. Dan kan ik dat niet meer kopen. Dus ik moet het snel gaan kopen, want dan heb ik in ieder geval nog de keus. Dus op die manier worden ook al die festivaltickets zo snel verkocht. En populaire telefoons vliegen de winkel uit. Puur door het principe van schaarste. Dus het werkt eigenlijk ook veel beter om in eerste instantie maar weinig producten van iets te maken. Een schaars te maken. Want dan is iets veel sneller uitverkocht dan als het er iets ten overvloede aanwezig is. Nou, de volgende beïnvloedingsstrategie is autoriteit. Eigenlijk heel voor de hand liggend. Geeft ermee te maken dat als wij het gevoel hebben dat een expert ons een advies geeft, dan zijn we veel meer geneigd om die boodschap te accepteren. Dat zie je vaak doordat er dan titels zoals professor, dokter, PhD gebruikt wordt, of witte labjassen bijvoorbeeld. Ook hierbij moet je echt op die hoede zijn, want heel vaak zijn experts helemaal geen experts. Influencers die beweren heel vaak dat ze experts zijn op een bepaald gebied. Hier zie je bijvoorbeeld Kim Kardashian, die verkoopt hier via haar Instagram appetite suppressing lollipops. Dus als je deze lolly neemt, dan heb je straks helemaal geen honger meer. En zij kan het weten, want zij is heel erg slank. Dus zij is een echte expert op dit onderwerp. Dus vraag je af, is deze expert echt een expert? Of is er een soort van agenda, een soort van verborgen motief? In het geval van influencers is het antwoord eigenlijk altijd ja. Er is een motief om dit product te verkopen. Nou, tot slot ben ook kritisch op dit soort signalen, dus bijvoorbeeld een witte jas. Hier zie je een professor die wasmiddel verkoopt. Wat maakt het uit dat iemand professor is of een witte jas aan heeft voor wasmiddel? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is gewoon puur een signaal, een heuristiek dat iemand ergens verstand van heeft. Nou, dan gaan we snel door naar de laatste
beïnvloedingsstrategie. Dat is die van sociale bewijskracht. En deze is waarschijnlijk nog wel het allerbelangrijkste. En dat is ook iets waar we het nog uitgebreid over gaan hebben. Hier heb ik heel veel voorbeelden bij. Eén voorbeeld, iets wat ik zelf heb meegemaakt. Toen ik student was, stond ik heel vaak achter de bar te werken. En ik merkte dan dat het veel beter werkte als dan hadden we zo'n fooiepot op tafel. Als die fooiepot zeg maar best wel vol zat, dan kwam er ironisch genoeg meer bij. Terwijl je zou denken, nou die pot zit al vol, dus nou, hij is al vol genoeg. En dan kreeg ik veel meer fooi dan als die pot helemaal leeg was. Als we hem net hadden geleegd, kreeg ik bijna geen fooi. En dat komt omdat het een signaal is. Kijk, iedereen geeft hier fooi. Dat is wat mensen doen. En omdat je zeg maar, dat signaal geeft, iedereen geeft fooi, geven andere mensen ook fooi als ze een drankje hebben besteld. Dus dat werkt heel goed. Stel, je werkt nu zelf achter de bar. Houd het alsjeblieft in je achterhoofd. Ander voorbeeldje, een rij bij een discotheek. Als je een rij ziet staan, dan denk je waarschijnlijk één ding. Het is daar heel erg druk binnen. En het tweede wat je denkt is, hier moet ik zijn. Dit is the place to be. En zo weten we dat discotheken heel vaak ook een lijn, een rij, zeg maar, creëren. Dus dan is het eigenlijk nog helemaal niet zo druk binnen. En die mensen kunnen eigenlijk prima doorlopen. Maar die discotheek-eigenaren die weten van als we een rij laten staan, dan lokken we veel meer mensen. Wat eigenlijk ook heel erg ironisch is. Want als ergens een rij staat, dan is het dus eigenlijk best wel irritant om daar naar binnen te gaan. Want je moet eerst nog buiten wachten. Terwijl als ergens geen rij staat, kan je gewoon binnenlopen. Zou je denken dat dat aantrekkelijker is. Maar zo werkt het niet. Want als ergens een rij staat, dan is dat een signaal. Hier gebeurt het, hier is het feestje, hier moet je zijn. Dus dan sluiten mensen gewoon achteraan in de rij aan. Want het is blijkbaar de plek die populair is. Nou, volgende voorbeeld. Die oude sitcoms zoals Friends hoor je heel vaak zo'n lachbandje op de achtergrond. Let maar eens op als je dat een keer weer kijkt. Nou, dat is ook een voorbeeld van sociale bewijskracht. Als je ergens naar kijkt en je hoort gelach op de achtergrond, vind je het grappiger. Omdat je andere mensen hoort lachen, heb je een soort van aanname. Oh, blijkbaar is dit grappig. En vind je het zelf dus ook grappiger. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van sociale bewijskracht. En die hebben allemaal, uiteindelijk steunen ze op het principe van conformiteit. Dus mensen willen zich conformeren aan hun omgeving, aanpassen. Wij imiteren anderen in hun gedrag. En dit is een hele sterke, natuurlijke tendens. In het volgende college gaan we daar uitgebreid verder over praten, maar jullie weten nu al iets meer van. Tot slot wil ik jullie nog wel even verklappen dat ik zelf ook deze beïnvloedingsstrategie op jullie heb losgelaten toen ik jullie vertelde over het boek van Robert Cialdini. Ik zei namelijk, dit is een bestseller. Gekocht en gelezen door miljoenen mensen over de hele wereld. Wat maakt dat eigenlijk uit, dat miljoenen mensen dit hebben gelezen? Geeft dat informatie over hoe goed een boek is? Niet altijd. Maar toch is het een strategie die vaak gebruikt wordt. Dus als iets een bestseller is en het heel vaak wordt verkocht, dan hebben wij het idee, heel veel mensen lezen het, dus het zal wel goed zijn. En ik vind het toch wel ironisch dat de expert op het gebied van beïnvloeding zelf die tactiek ook heeft toegepast bij zijn eigen boekverkoop. Goed, ik wil eindigen dit college met vooral een beetje de waarschuwing. Laat je nou niet voor de gek houden. Ben op je hoede voor deze beïnvloedingsstrategieën. Als jij bijvoorbeeld een nieuw product wil kopen, kijk dan echt kritisch naar wat zijn nou eigenlijk tactieken die mensen toepassen, bijvoorbeeld bij schaarste. En wat is nou echte informatie? Het goede nieuws is dat je met dit nieuwe niveau van bewustzijn en al deze informatie veel minder vatbaar bent geworden voor beïnvloedingsstrategieën. Dat was het. Bedankt voor het luisteren.